De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., heeft het verslag over de parlementaire zittingsperiode 2015-2020 in ontvangst genomen. De voormalige voorzitter Jennifer Geeling-Simons overhandigde dit document. In dit document wordt onder andere ingegaan op het functioneren van de Nationale Assemblée. Voorzitter B. is ingenomen dat hij dit verslag in ontvangst mocht nemen. Verslag is altijd goed voor continuïteit van beleid, maar ook voor een stukje naslagwerk. Weet je hoe handig en makkelijk het nu gaat zijn wanneer u informatie wil, dat u gewoon in één boekvorm binnen enkele minuten kan komen aan die informatie. Was dat het niet, dan zou u opdracht moeten geven aan de BIEB of de afdeling communicatie om zaken uit te zoeken. En dat zou misschien misschien dagen duren. Maar nu kan je binnen een paar minuten aan die informatie komen. Daarom zeggen we ondersteunen het en we hebben zelf die toezegging gedaan om dit te continueren, omdat goede dingen moeten worden voortgezet. Het is de 7e assemblee en nu zijn we bij de 8e. Dus ik zeg u dat we het zullen voortzetten. Dit project is voor mijn aankomst gefinancierd. Dus ik zou nu niet uit het hoofd kunnen zeggen wat het kost. Maar misschien in een ander moment, omdat dat ook ter beschikking is. Als we zo kijken, kunnen ook mensen, onderzoekers, wetenschappers, gebruik maken van deze documenten. Kan het meehelpen om toch wel de geschiedenis van de Nationale Assemblée op een goede manier neer te zetten? Zeer zeker, omdat van het jaar die volksvertegenwoordiging van ons 155 jaar wordt. Dit is een mooi cadeau dat we na zoveel jaren in boekvorm einde van een periode kunnen afsluiten met een verslag in boekvorm. Wat we gaan doen, we gaan een aantal instituten zeker bedenken met dit verslag, waardoor ze het in hun bibliotheek of archief hebben, waardoor die verslaglegging overal te vinden zou zijn. Ja, goedemorgen. Ik kan daar kort over zijn. We hebben meegemaakt, u weet dat ik nogal wat jaren, 24 in totaal, in het college heb doorgebracht. En we doen van alles. Bleek toen ik voorzitter werd dat je dan heel veel moeite hebt om terug te vinden wat het parlement in de jaren daarvoor in oppositie heeft gedaan. Je moet gaan spitten in oude documenten. We hebben dus bij de versterking van de Nationale Assemblée als een van de issues opgenomen dat we de verslaglegging zouden verbeteren. En dat is op verschillende punten gebeurd, nog niet volledig, dus er is nog werk aan de winkel. Maar een van de zaken waar ik me sterk voor maakte en waar het parlement ook in is meegegaan, is dat we toch wel vanaf nu van elke zittingsperiode een overzichtsverslag moeten hebben. En daarmee zijn we begonnen in feite al in 2014, om 2010-2015 te verslaan. Technische en andere vraagstukken hebben gemaakt dat ook dat verslag in de vorige zittingsperiode is klaargemaakt. Ik begreep dat dat nog niet helemaal rond is, maar het eerste verslag dat dus ooit door de Nationale Assemblée wordt gegeven in de zin van een formeel verslag, is dan het verslag dat is klaargemaakt van 2015 en 2020. En we hebben uiteindelijk dit verslag ook opgenomen in de wet die goedgekeurd is voor de Nationale Assemblée, dat we dit zullen blijven doen om bij elke zittingsperiode een verslag te hebben.